Justine, welk gevoel overheerst er na deze nederlaag? Ik denk dat we op zich niet ontevreden mogen zijn over onze prestatie. Oké, we verliezen hier wel vandaag, maar we hebben heel mooie dingen laten zien. En ik denk dat Noorwegen vooral tweede helft met heel veel schrik speelde. Dat ze nog een goal zouden tegenpakken. Het is ons uiteindelijk niet gelukt, maar we hebben mooie kansen gecreëerd. We hebben enorm goed gevoetbald en het team stond er. Dus dat is iets heel positiefs. Zijn er ook dingen die je misschien kunt meepakken naar die tweede wedstrijd? Ja, natuurlijk. De positieve dingen kun je meenemen en de werkpunten. Daar wordt aan gewerkt en die pakken we ook weer mee. Ik vind het een enorm goede wedstrijd gespeeld en dat in totaal moeten we gewoon meenemen. Wat gebeurde er bij het doelpunt? Voorzet, vrije trap. En ik tik hem op de lat en ze volgen. En ze is groter dan Helene, denk ik. Of ze springt hoger in ieder geval en ze kan hem binnenkoppen. Was dat misschien nog een beetje verschil, zeker in de eerste helft, dat Denemarken iets meer body leek te hebben? Ik denk vooral de eerste 10 minuten hebben we ze een beetje laten spelen. Wat niet mocht en daar valt die goal uit. Maar ik denk dat we vanaf die 10 minuten terug volle grint hebben gegeven en er alles hebben gedaan voor die bal te recupereren, voor dat duel te winnen. En ik denk dat ons gelukt is, vooral de eerste helft en zeker in die tweede helft. Ja. Nou, waar ligt dat eigenlijk aan, dat die eerste 10 minuten, nou, het is nogal een paar keer voorgevallen, dat die net precies iets minder zijn, dat te veel respect voor de tegenstander? Ja, inderdaad, we hebben te veel respect gehad voor onze tegenstander en we hebben dat eruit gedaan. We hebben gezegd van we moeten eigenlijk geen respect hebben voor een andere tegenstander. Natuurlijk wel met grenzen. Maar we moeten laten voelen dat we Belgen zijn en dat we een tik kunnen uitdelen zonder overdrijven. Zondag tegen Noorwegen direct 100% stevig tik. Vanaf tegen Noorwegen dan gaan we die tikken van het begin beginnen uit te delen. Ja.